Alles goed? We gaan het vandaag hebben over het sonnet. Een dichtvorm met kenmerken, rijmschema's, en die schotel ik jullie vandaag allemaal voor. Dat is behoorlijk wat informatie. We gaan er dus eens meteen aan beginnen. In het volgende deeltje hebben we het over het sonnet. We keren even terug naar het Italië van de 14e eeuw. Toen leefde daar een dichter die Francesco Petrarca heette. Hij was verliefd op een zekere Laura die hij had gezien in een kerk in Avignon en wilde haar met woorden bezingen. Om dat te doen koos hij voor een lyrische vorm, namelijk het sonnet. Het was trouwens niet Petrarca die deze vorm heeft uitgevonden, maar wel iemand aan het hof van keizer, keizer Frederik II in Zuid-Italië. Een eeuw eerder. Uiteindelijk schreef Petrarca 366 van deze gedichten voor de verder onbekende Laura, gebundeld in de Canzoniere, waaruit meteen ook blijkt dat hij zijn liefdesversen in het Italiaans schreef. Petrarca schreef ook belangrijke werken in het Latijn, maar toch blijft zijn naam onlosmakelijk verbonden aan het sonnet. We spreken zelfs van een petrarchaans sonnet om een specifieke vorm aan te geven met een typische inhoud, een minnaar met een onbereikbare liefde en een bijhorend rijmschema. Ook Shakespeare heeft trouwens sonnetten geschreven, ook weer met eigen kenmerken. Laten we nu eens kijken naar de vormkenmerken van zo'n typisch petrarchaans sonnet. Ik heb voor jullie de beide gedichten even naast elkaar gezet. Daarbij merk je hopelijk al een eerste kenmerk, namelijk dat ze allebei uit veertien versen bestaan. Daarnaast zie je ook dat die versen telkens gegroepeerd zijn. Zo'n groepering noem je een strofe. Je hebt op die manier telkens twee strofes van vier versen en twee strofes van drie versen. Een strofe van vier versen noem je een kwatrein. Een strofe van drie versen noem je een terzine. Als onderdeel van een sonnet wordt zo'n terzine ook wel eens een terzet genoemd. Ben je nog mee? Goed, want de grotere groepjes hebben ook aparte namen. Zo noemt men de eerste twee strofes, dus die twee kwatreinen, samen een octaaf. En de laatste twee strofes, dus die twee terzinen of terzetten, die, beno die benoemt men dus met de term sextet. Tussen het octaaf en het sextet komt vaak een chute of een volta. Dat betekent dat op die plaats de inhoud verandert. Zo kan een dichter in het octaaf een landschap beschrijven en in het sextet zijn gedachten bij dit landschap verwoorden. Of de dichter beschrijft in het octaaf voor de chute of volta de persoon op wie hij of zij verliefd is, terwijl na de chute of volta beschreven wordt hoe onmogelijk die liefde is. Hey, hey. Dat was al behoorlijk wat informatie. Vooraleer we naar het rijmschema overgaan, deel ik even wat je tot nu toe al kon noteren. Ik vertelde dus dat een sonnet bestaat uit veertien versen, onderverdeeld in vier strofes. Eén strofe van vier versen wordt een kwatrein genoemd. Een strofe van drie versen is een terzine, of een terzet in het sonnet. Twee kwatreinen... Worden samen een octaaf genoemd. Twee terzinen of terzetten zijn samen een sextet. En tussen het octaaf en het sextet zit er vaak een volta of een chute. En dat is een inhoudelijke wending. Zo, dit zouden jouw notities kunnen zijn. Nu is het tijd om even naar het rijmschema te kijken. In de klas zagen we al dat de rijmklanken per vers in een letterschema kunnen gezet worden. Ook bij sonnetten is dat gebruikelijk om te doen. Meestal volgt een dichter een vast patroon. Hierna heb ik de rijmschema's van beide sonnetten even opgesteld. Als eerste zie je het sonnet van hoofd. Daarbij kijken we telkens naar het laatste woord en dan zie je dat toe als A benoemd kan worden, weiden als B, bescheiden rijmt op weiden en wordt ook B genoemd, en hoe rijmt dan weer op toe. En wordt dan op zich weer A genoemd. Moe rijmt ook op toe en hoe en is ook A. Wederlijden en verbreiden hebben dezelfde B-klank. En doe rijmt opnieuw op A. Vreugden is een nieuwe rijmklank, wordt C genoemd. Net zoals deugden. Wijk is weer nieuw en krijgt de letter D. Verrezen is ook nieuw en krijgt de letter E. En daarop rijmt dan weer wezen. En gelijk keert terug naar de D van wijk. En dan zie je het rijmschema ABBA, ABBA, CCD, EED. We kunnen dit ook doen voor het sonnet van Bredero. En dan zie je dat kippen de A-klank is. Gebit en wit worden B genoemd. En klippen rijmt op kippen en is weer A. Ook ontslippen rijmt daarop. En is dus ook A, bezit en dit zijn de B-klanken, en lippen rijmt ook weer op de A-klank. Bekijk is een nieuwe klank en krijgt de letter C, daarop rijmt ongelijk, betomen is ook weer nieuw en krijgt de letter D, schijn en zijn, ook al worden ze anders geschreven, ze rijmen toch op elkaar en krijgen de letter E, en dromen keert weer terug naar de letter D. En zo krijg je ook hier het rijmschema ABBA, ABBA, CCD, EED. Het rijmschema van beide sonnetten is dus ABBA, ABBA, CCD, EED. En daarmee blijven ze allebei vrij dicht bij het traditionele rijmschema van een Petrarcaans sonnet dat ABBA, ABBA, CDC, DCD is. Dus je merkt aan het einde in de twee terzetten of in het sextet dat daar een lichte wijziging is. Zo, normaal gezien zou ik jullie nu nog doorverwijzen naar opdrachten 11, 12 en 13. Maar in plaats daarvan vraag ik jullie om slechts twee andere dingen te doen. Ten eerste uh, verwijs ik jullie naar het kennisoverzicht op pagina 296 en 297. Ik vraag jullie om daar de onderdelen over Renaissance poëzie en het sonnet even door te nemen. Daarnaast wil ik jullie ook uitnodigen om opnieuw de bevraging via Google Forms in te vullen. En afsluiten ga ik niet zelf doen. Ik geef jullie graag nog het bekendste sonnet van Hoofd mee, namelijk "Gezwinde grijsaard". Of "Gezwinde grijsaard". En in die titel vind je al meteen een mooie paradox of schijnbare tegenstelling. Maar dat is misschien voor een volgende keer. Geniet ervan en tot de volgende. Gezwinde reizaar, die op wakkere wieken staag de dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken, altijd vaart voor den wind, en ieder nalaat kijken, dood vijand van de rust, die woelt bij nacht, bij dag. Onachterhaalbare tijd, wiens hete honger graag verslokt, verslindt, verteert, al wat er sterk mag lijken, en keert en wendt en stort staten en koninkrijken, voor iedereen te snel. Hoe valt hij mij zo traag? Mijn lief, sinds ik u mis, verdrijf ik met mishagen de schoorvoetige tijd, en top de lange dagen met arbeid avondwaarts. Uw afzijn valt te bang. En mijn verlangen kan de tijdgod niet bewegen, maar het schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen. Dat ik de tijd die ik verkorten wil verlang.